Er zijn meer dan 17.000 personen in overheidsdienst genomen in de periode 2015-2020 onder leiding van de regering Boutersen-Adien. Minister Bronto Sommaharjo van Binnenlandse Zaken maakte de cijfers vandaag bekend tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. 17.864 ambtenaren in dienst genomen, terwijl je weet dat je ze niet kan betalen, terwijl je weet dat er geen plek voor ze is. Met betrekking tot de personeelstop kan ik aangeven dat er daadwerkelijk sprake is van een personeelstop bij de overheid. Echter heeft de president van de Republiek van Suriname in zijn jaarrede van 29 september 2020 aangegeven dat inzake het aantrekken van specifiek kader er wel ontheffing zal worden verleend. In zijn betoog is minister Sommaharjo ook ingegaan op vragen vanuit het parlement. Zo is er duidelijk gevraagd over het personeelsbeleid dat bij het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt gereguleerd door het departement Human Resource Management. Deze afdeling vloeit voort uit de roadmap Excellente Overheid, een traject dat is ingezet vanaf 2015. Hierin worden de doelstellingen van alle ministers geformuleerd. Het doel van dit directoraat is om een integraal human resource beleid te ontwikkelen. Implementeren, monitoren en verbeteren, waarbij alle personeelsgebieden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de totale overheid zullen worden aangestuurd. Om zodoende onder meer de presentaties van landsdienaren te verbeteren en het prestatieniveau van de overheid in zijn geheel te verhogen. Er is een strategisch beleidsplan 2019-2024 opgesteld, waarin volgens minister Sommaharjo de taken van het departement HRM zijn opgenomen. Dat zal als leidraad dienen om een goed fundament te leggen, alvorens uit te breiden naar andere ministeries.